heb hier alleen maar huilende mensen gezien. Voor de rest niks. Ze kregen dinsdag te horen dat ze donderdag een vergadering hadden beneden. En toen werd dat het vandaag om 3 uur gesloten moet zijn. Dan moet iedereen eruit. Nou, ik voel me gewoon een stuk beest. Een beest jaag je nog niet zo de straat op. Ja, ik voel het eng worden. Ik voel het echt eng. Het was net of dat, ja, ik weet niet. Als ze, dat iedereen weg was, dat ze je niet meer wilden zien ook of wat ook. Ik weet niet wat het deed. Heel raar aan. Heel raar. Ja, echt. Ik vind het verschrikkelijk. Wat vindt u het allerergste? De hele entourage eromheen. Het is, ik weet het niet. Je kan niemand gedag zeggen. Mijn zuster, dat is het enige, maar de rest die je behandelen en alles, die zie je niet meer. Nee. Want waar gaat u nu heen? Ik ga nu naar huis. Ja, ik wil niet naar een ander ziekenhuis. Maar ik weet, ik ben mijn dokter ook kwijt. Ik heb geen arts meer. Ik heb geen fysiotherapie meer. Ik heb dokter Otter, dat is de internist, heb ik niet meer, maar dat loopt allemaal hier. Ik heb niks meer, ik weet niet wat ik moet doen.